welkom bij een nieuwe videovlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is vrijdag vandaag en de eerste vakantiedag van mei. Nee, van december. Grapje. De eerste vakantiedag van de maand december voor mij. En het is heerlijk, lekker. Eindelijk, hier heb ik al een paar weken, heb ik hier al naar uitgekeken. Nou, eigenlijk al een maand eigenlijk al, dat het eindelijk vakantie is. Ik heb vandaag even lekker rustig uit even geslapen. Ik had nog een stukje vlog van gisteren, heb ik even opgenomen. Ik was zo moe. Ik zou gisteren gaan skypen, jullie hadden het al in de vorige vlog gehoord. Maar ik was in slaap gedonderd en wat dat betreft, als je dan zo weer zo'n week gewerkt hebt, dan ben je best wel moe. Je staat toch de hele dag buiten. En dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Of het gaat je eigenlijk wel in de koude kleren zitten, want je loopt gewoon buiten in de kou de hele dag. En dan kom je thuis en dan zet je de kachel aan en dan, dan ga je het voelen. Dan ga je ogen dichtvallen, meestal altijd is dat zo. En dan val je in slaap en dat is mij dus ook weer gebeurd. Dus wat dat betreft heb ik even lekker weer uitgeslapen. Ik ga proberen om vanavond een revanche te halen. Kijken of we het opnieuw kunnen proberen. Dat we lekker kunnen gaan skypen om 1:08. En dan maken we er gewoon vanavond ook een gezellige Skype-avond van. Nou, vlog van dinsdag die is nu aan het renderen. Was 2202. 2000, nou zover mijn vloggen ben ik nog niet. Vlog 202. En die staat nu te renderen en die ga ik dan zo even uploaden. Dan is de vlog van dinsdag ook weer klaar. Nou, ik ga hem weer even neerleggen. Ik heb niet veel te vertellen. Het is koud, is het. En ik ben nog een beetje aan het uitrusten. Ik moet me daar nog even scheren, want ik begin alweer een stoppelbaardje te krijgen. En volgens mij zijn deze jongens ook wel blij. Hey, ben je blij dat papa thuis is? Poquito. Ben je blij dat ik thuis ben? Nou, zijn niet enthousiast. Hey, Drippie. Hey, ouwe dribbel. Lekker eten gehad, hè? Ja, en Poquito lekker niet gezien, die lag te slapen. Die lag lekker in zijn mandje. Lekker voor de kachel. Vindt hij heerlijk. Dus vandaar. Nou, ik ga hem even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels 4:00. En ik heb post gehad. Ik heb post gehad. En dan zal je denken, van wie heeft Marco nou weer post gehad? Dat ga je toch niet plaatsen? Het is toch privé? Tada! Oh, tada! Ziggo! Hij is eindelijk binnen, jongens. Hij is eindelijk binnen. Muziggo. Dus wat dat betreft, eindelijk kan ik de nieuwe kast gaan proberen. Eindelijk geen vervelend internet, hoop ik meer. Maar een stabiel internet. Dus we gaan hem even open doen. En dan gaan we even kijken. Kijk, een hoop lucht. Eens even kijken. Internet en bellen gebruiken. Een boekje. En dan hebben we nog bereikbaar. Retourinstructies. Nou, dat zullen we maar niet doen. Je wachtwoord en je
die dingen is veranderd. Dat wist ik ook al. Er is ook al een instructieboekje. Die ook. En dan hebben we hier nog een kastje. Kijk je. En gaan we eens even kijken. Oh, die gaat nog gelijk automatisch open. Hoppa, kijk eens. Dat is hem, jongens. Dat is hem, een nieuw kassie. Een nieuwe Ziggo-kassie. Nou, dan gaan we maar eens eventjes zo aan gaan beginnen. En dan gaan we zo maar eens eventjes kijken of dat het lukt. En dan gaan we hem installeren proberen. Dan hebben we tenminste weer gewoon normaal internet. En dan kan ik tenminste ook weer livestreams doen. Dus dat is wel mooi. Even kijken wat dit ook weer is. Let op, je wachtwoord is veranderd. Nou, dat ga ik natuurlijk niet laten zien. Oh, ik zie het nou inmiddels wel. Oh. Hoe kan dat nou? Waar staat dat dan? Ja, dat is allemaal leuk. Maar waar staat dat dan? Nou ja. Vond ik gewoon leuk om te doen, hè. Kijk. Vond ik gewoon leuk om te doen. Nou, dan moet ik eventjes nog even kijken hoe dat werkt. Ik heb zo'n sticker gehad. Kan je erop plakken en dan kan je kijken hoe je dat doet. Maar er staat er niet op waar dan alles op staat. Dus ik moet nog even uitzoeken waar dan het wachtwoord op staat en zo. Dat zie ik hier nergens staan. Oh, hier staat het. Ja, ik zie het al. Ja, dat is allemaal veranderd. Dat is namelijk allemaal veranderd. Dus dan moest ik eventjes kijken hoe dat precies ging. Oh, dat is nou er staat nou ook Ziggo op. Oké, nou ja, in ieder geval, dit is de nieuwe box, jongens. En ja, dan gaan we maar even uitproberen, kijken wat hij doet. En dan ben ik dadelijk weer bij jullie terug. Dan ga ik eens even kijken of dat het gelukt is. Zo, en het is inmiddels 6:00 en ik ga even lekker hapje eten. Nou, het kassie is er. Ik heb hem geïnstalleerd. Hij doet het. Naam veranderd en het wachtwoord veranderd. Netwerknaam veranderd. En daar heb je mooi het nieuwe Ziggo-kastje. Een witte. Ik had eerst de zwarte natuurlijk van UPC. En nu heb ik een wit kastje. En er zat ook dat ontzettend lelijke Ziggo op. Maar ja. Dat is helaas niet anders. Zo, nou, ik ga even lekker op je eten. Ik ben nogal laat, dus ik ga even opschieten. Even het licht aan doen. Zo. Ga ik eigen even scheren. Want het is wel nodig. Oh. De katten die staan gelijk. Oh, ik moet even wat pakken. Komt-ie hoor. Zo, daar ben ik weer. Hoppakee. Zo, zeg voor mij even lekker scheren. En dan even mijn haar een beetje nat maken, want... Oh, zo. Aha. Dat was in mijn mond. Ah. Zo. Heerlijk zeg. Ik heb een baas weer in Tokio. Dus dat moet af en toe wel eens even gebeuren. Dat ik mijn eigen even lekker scheer. Hè. Doe altijd scheerschuim. En dan met heet water. Doe altijd scheermessie. Toen ik begon met scheren, had ik altijd een scheerapparaat. Maar ik vind een scheerapparaat vind ik echt niks. Want je scheert je eigen helemaal niet goed ermee. En
Zo. Op de boquito. Nou, je schiet je eigenlijk helemaal niet die glad mee, vind ik. Een scheermesje kan je eigenlijk heerlijk glad scheren. Dus dat ga ik gelijk even doen. Ik heb met de jongens afgesproken dat vanavond dat we weer gaan skypen. En dat ga ik gelijk uitproberen. Zo. Hoppa. Vandaag ga ik natuurlijk scheren en dan moet ik eigenlijk vanavond ook alweer gelijk de camera opladen. Dat heb ik vanmiddag ook al gedaan, maar ik moet een volle batterij hebben voor morgen, want morgen gaan we de eerste bomenvlucht opnemen. Nou ja, ik ben niet nog niet tevreden over die naam en Kevin ook niet. Dus ik denk dat die naam nog veranderd wordt, want ik ben niet tevreden over bomenvlucht. Ik wil een leukere naam hebben. Oh ja. Wie ben ik nou? Nou. Dus we gaan nog kijken voor een andere naam. En dan gaan we in ieder geval een leuke video opnemen morgen. Zo. Nog maar gaan scheren, glad maken. Vooral die onderverdeling nog wel eens een stukje te doen. Zo. Nou, dat heb ik weer lekker glad. Kan ik hem weer even tegen. Klein beetje gel er dadelijk in doen. In mijn haar. En dan kan ik hem wel weer tegen. Is dat maar ook gelijk een stuk leuker met stekeltjes. Zo. Hé. Dus ja, we zijn nog niet tevreden over de naam. Dus dat gaan we binnenkort even een keertje veranderen. Want ja, het moet gewoon een leuke naam zijn. En hop, valt mijn camera om. Zo. Doe ik altijd nog even één keer voor de zekerheid even na controle. Maar het is wel aardig glad zo. Zo. En dan ben ik er klaar voor. Een beetje gel in mijn haar even doen. Maar gaat wel weer een klein beetje groeien. Dus als mijn haar dan, dat ik al geslapen heb, dan gaat mijn haar al een beetje zo ingedeukt staan. Dus. En vandaar. Nou. Ik ben er in ieder geval helemaal klaar voor. En vanavond om 8 uur. Dan gaan wij streamen. De eerste stream met mijn nieuwe kastje. Ik ben echt reuze benieuwd. Zo. Oh.
Zo. Nou, kan ik er weer tegen of kan ik er niet tegen? Even mijn handen even wassen. Mijn handen wassen en dan ben ik er klaar voor. Dan ga ik even een hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Zo. Huppakee, is dat ook weer gebeurd? Niet zo, jongens. Zo. Zo. Nou, dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, die is kapot. Oh, kom weg. Ja, wat een treurig gezicht, hè. Wat een treurig gezicht. Wat een treurig gezicht. Mijn oude kassie. Toch aardig wat tijdje mee... aardig tijdje mee gedaan. En, ik ben weer toe aan een nieuw kassie. Een snelle kassie. En dan kan ik weer de aankomende periodes weer al jullie video's op uploaden. Dus vandaar. Ik zit even te kijken. Ik denk, wat hoor ik nou allemaal weer? Maar wat ben je nou allemaal weer aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Hey, ouwe beer. Hey, Boquitootje. Boquito, die is weer lekker aan het rotzooien. Dus... Vandaar, nou, ik ga het zo eventjes de livestream aanzetten. Nog een minuut of 3, 4. En dan is het zover, jongens. Ja hoor, dan gaan we weer lekker skypen. En ga ik eventjes kijken of dat ik nu wel online kan zonder problemen. Ik ga het weer een lekkere livestream opnemen. Ik hoop dat Tatjana ook nog komt. Maar dan zijn in ieder geval Tatjana er, Joost, Kevin, Ramonski en ik... En misschien komt Villa Quinza ook nog wel even. Dat weet ik nog niet. Dat zien we wel. Hij tot nooit tijd. Die vluchteling. Dus we zien het wel. Nou, ik ga hem weer even neerleggen. En dan ga ik zo even alvast de laptop pakken. Kan ik nou alvast even doen. Want ik moet eigenlijk even opschieten. Want het is alweer bijna 8 uur. En zo word ik gebeld. En dan gaan we weer even lekker livestreamen. Even mijn peuk weg. Dan ga ik eventjes ruimte maken, want ik moet, hoppa, zo, dan gaan we weer even livestreamen, jongens, huppakee, laptopje erbij, een laptopje erbij, even kijken, oh, die gaat vallen, dat dacht ik al, zo, kijk, de laptop is erbij. Huppakee, Joost zou een uur later weer komen. Dat is typisch Joost weer. Ik moet nog eventjes de kabel erin doen. Ik moet die kabel er even uithalen. Dat is van de oplader. Die moet er even uit. En dan moet die erin. En dan gaan we zo starten, jongens. Dan is het zover. Dan gaan we eindelijk weer even lekker livestreamen. Ik zie dat ik nog 1 minuutje heb. Dus ik ga hem even neerleggen. Tijdens de chat zal ik hem ook nog eventjes aanzetten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. En jullie zitten in de vlog, jongens. Jullie zitten in de vlog. Hallo, vlog. Vlog hier, vlog. Alles goed, vlog. Hi, ga je tegen me praten, Pik? Mag ik hier vlog? Mag ik hier vlog? Vlog. Wat wil je zeggen dan? Tot zover. Nou, en het is reuze gezellig. We zijn lekker even aan het livestreamen weer. Ramon die is er. Joost is er. Kevin. Quincy was er heel eventjes. Tatjana is er. Af en toe wel, af en toe niet. Dus het is reuze gezellig. We maken er een gezellige livestream van. Mag je je vlog?
Oh, nou weer mijn vlog? Hier. Hier, mag je mijn vlog hoor, hè, paardenlul? Zo, nou wordt Ramon ineens heel groot. Ramon wordt groot. Nou, proost, hè, zou ik zeggen. Proost op de vakantie, hè. Tjonge, jongens. Wat een zuiplap, hè, die Ramon. Hè. Jongens, het is toch wel tijd. Het is echt een oude zuiplap, is het, hè. Tjonge, jongen. Ja. Kijk, Kevin die zit lekker muziek te draaien. En dat is allemaal copyrighted, dus ik ga hem weer neerleggen hier aan deze kant. Jongens, tot zo allemaal. Tot zo. Zo, en het is tijd om naar bed te gaan. Het is al heel laat al. En ik ga lekker naar mijn bedje. Het is alweer mooi geweest. En morgen weer een nieuwe dag. Ik heb vanavond een leuke livestream gehad met Joost, Ramon, Kevin en af en toe was Tatjana er en ook Quincy was er. Dus het was fantastisch, het was hartstikke gezellig en ja, het was een hele leuke livestream. Nou, morgen dan ga ik als het goed is met Kevin de eerste aflevering opnemen van de bomenjacht, waar we nog een nieuwe naam voor moeten verzinnen. Maar daar komen we allemaal wel uit. Dus ik heb er wel heel erg veel zin in. Ik ga dadelijk even de batterij even opladen alvast. Dat ik een echte volle batterij heb voor morgen. En dan ben ik best wel benieuwd morgen. Ik ben benieuwd wat het wordt. Misschien noem ik het, ga ik het nog wel It's Ultrax vlucht noemen. Of It's Ultrax jacht. We moeten nog even kijken hoe we het gaan doen. Maar we moeten een leuke naam verzinnen daarvoor. Nou, ik ga in ieder geval hem hier neerleggen aan deze kant. Ik vind het wel een lange vlog voor vandaag wel weer. En ik ben het echt zat. Ik ga echt naar mijn bedje toe. Dus ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even het blauwe duimpje de lucht in. Nee, Marco. Doe het duimpje de lucht in. Ik moet het toch elke keer, ik moet het toch leren, jongens. Ik moet het toch leren om geen blauw meer te zeggen. Ik zou zeggen, in ieder geval, doe het duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Terwijl mijn stem weer een beetje weg is. Druk even op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe livestream of video online staat. En voor de rest kan ik alleen nog maar zeggen, doedels, vreselijk. Je doet het je ergste vijand niet aan. De groetjes allemaal. En jullie weten het allemaal inmiddels. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe.